Goed, dames en heren. We zijn compleet. En het is al wacht geweest. Dus welkom hier in deze raadzaal van de gemeente Coevorden. Vooral weer de tweede raadsvergadering in deze bestuursperiode. En april is nog niet eens voorbij. Weer nagaan. En dan heb ik nog afgezien van de installatievergadering. Die hoort er dan ook nog bij. De publieke tribune, de trend is wel zorgwekkend, dames en heren. Ja, met dank aan de aanwezigen die hier wel nog zijn. Zeker een speciale vermelding waard. Maar de laatste drie keer heeft het er aanmerkelijk voller uitgezien. Dat stellen we wel met elkaar vast. Maar via het internet zijn er wellicht veel kijkers onder ons. Maar de agenda is ook niet zo heel spannend. Maar wel essentieel voor datgene wat we in de komende jaren nog met elkaar hopen te kunnen doen. Want daarvoor moeten allerlei organen in en van deze gemeenteraad bezet worden. Dat is het bespreken dat in ieder geval op de agenda staat. Wat mij betreft is de opening bij deze geschied. In de vorm van mededelingen zijn geen berichten van verhindering binnengekomen. Maar er is wel een brief bij mij binnengekomen als voorzitter van de gemeenteraad. En ik lees hem even voor in overleg met de heer Bouwers, de afzender van de brief. En daarna heeft hij mij verzocht om in de gelegenheid te worden gesteld om even een toelichting te mogen geven. En die gelegenheid wil ik hem ook graag bieden. Geachte voorzitter, ik heb in de achterliggende periode helaas moeten vaststellen dat er na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jongstleden een onoverbrugbaar verschil van opvatting en inzicht is ontstaan met het huidige bestuur van de vereniging gemeentebelangen. Er is inmiddels sprake van een onwerkbare situatie. Gezien het aantal stemmen dat bij de verkiezing op mij is uitgebracht, heb ik besloten mijn raadszetel te behouden. Ik zal met ingang van heden verder gaan als zelfstandige fractie onder de naam Politieke Partij Coevorden, afkorting PPC. Ik zal in de eerstvolgende raadsgang, vandaag dus, mijn besluit nader toelichten. Met vriendelijke groet, ja, Bouwers. Zover de binnengekomen brief, gedateerd 19 april. En ik geef graag de heer Bouwers de gelegenheid om zijn brief toe te lichten. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb hier wel eens op plezierige avonden gestaan, maar dit moet ook gebeuren en het zij zo. Beste collega's van de Raad, jullie hebben het allemaal begrepen. Ik heb een moeilijke maand achter de rug. In de verkiezingsperiode zat het mij al niet meer helemaal lekker. Na de verkiezingen bleken de meningsverschillen binnen gemeentebelangen zo groot te zijn dat het zo niet verder kon. Vorige week heb ik daarom de knoop doorgehaakt. Ik verlaat gemeentebelangen. Ik heb de fractievoorzitters daarvan gisteren op de hoogte gesteld. Zoals jullie hebben kunnen lezen, houd ik mijn zetel. Heel veel stemmers van gemeentebelangen stemden op mij, dus ik vind dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen. Met een aantal mensen van gemeentebelangen richten we een nieuwe partij op, Politieke Partij Coevorden. In de komende maanden gaan we aan de slag met een partijprogramma, omdat we tegemoet moeten komen aan de wens van de kiezer. Zal dit programma in de toekomst duidelijkheid geven. En mochten jullie je afvragen of dit allemaal zomaar kan? Ja, dat kan. Ik heb me goed laten informeren. Het moet allemaal nog officieel worden, maar daar kunnen we rustig de tijd voor nemen. Het is voor mij een moeilijke beslissing geweest. Ik was liever met gemeentebelangen verder gegaan. Het was mijn partij en ik heb me met veel plezier voor de partij ingezet. Maar zoals ik al zei, zoals het nu was, kon het echt niet. Ik wil me ook heel graag nog 4 jaar inzetten voor Coevorden en heel graag met jullie allen werken aan het beter en mooier maken van deze gemeente. Ik hoop daarom ook dat u als raad daarmee in kunt stemmen. Dank u wel voor uw aandacht. Ik dank u wel, meneer Bouwers. En veel sterkte gewenst met de vele veranderingen die dat met zich meebrengt. U heeft daar iets van geschetst. Ik neem aan dat de rest van de raad, net zoals ik, met vertrouwen die veranderingen tegemoet ziet. Nogmaals, veel succes. Ik ga ervan uit, dames en heren, dat dit niet een onderwerp van verdere belastlaging behoeft te zijn. Ik stel u voor daar kennis van te nemen.
En u mag ervan uitgaan dat straks de tijdige verwerking ook van de naamsaanduiding onder het bordje van de heer Bouwers ook allemaal wel vanzelf zijn beslag zal krijgen. Goed, dat voor wat betreft het punt mededelingen. Er zijn geen andere mededelingen. Dan zijn we wel toe aan het punt vaststelling van de agenda. Daar is in ieder geval één behoefte, heb ik de indruk, bij de heer Hoedemaker. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag mede namens het PAK en CDA een motie indienen, vreemd aan de orde van de dag, over verkiezingsborden. En die zou ik graag toelichten. Ja, dat mag u wat mij betreft doen tijdens de behandeling van dat punt. Ik stel u voor als raad om dit punt toe te voegen, zoals het reglement van orde ook bepaalt, aan het einde van de agenda. Zijn er een motie van vreemd aan de orde van de dag. Dus dat betekent dat we na het bespreken van punt 8 aan de motie toekomen. En dan geef ik als eerste de gelegenheid aan de heer Hoedemaker en vervolgens aan de overige ondersteuners van de motie om in ieder geval hun beweegredenen met u te delen. En dan gaan we over tot de bespreking van de motie. Kunnen we dat doen wat u betreft ook. Dan is al dus in ieder geval tot die bijstelling van de agenda besloten. Is er nog verdere behoefte tot amendering van de agenda? Dat is niet het geval. Is de agenda al dus vastgesteld. Dan zijn we bij de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 april, jongsleden. Wens iemand daarover het woord? Dat is niet het geval. Al dus vastgesteld. De voorgestelde wijze van afdoening van ingekomen stukken. Allemaal brieven. Zo goed als allemaal brieven van het eerste 12 in ieder geval van het college van BMW om u over zaken te informeren. Als u daar verder over geïnformeerd wil worden, dan staat daar het instrument van bespreking in de commissie voor open. Anders stel ik u inderdaad voor om ter kennisneming afdoingsvoorstel tot ter kennisneming besluiten. Is iemand over dit agendapunt het woord te voeren? Nee, geen amenderingen. Okay. Dan hebben we al dus ter afdoening van deze stukken conform het voorstel besloten. Dan zijn we bij agendapunt 6. De hamerstukken. Ik vat dat nog even samen voor degene thuis en de publieke tribune die de stukken niet voor zich hebben. Maar als eerste hamerstuk is bestempeld het voorstel van BMW in zaken de verordening, naamgeving en nummering van adressen. Als tweede een voorstel van BMW in zaken de ontwerpbegrotingswijziging 2018 en het algemeen financieel kader 2019 en verder van de MCO-groep gemeenschappelijke regeling. Als derde stuk een besluit, een voorstel van het college van BMW in zaken de beslissing op bezwaarschrift van de afwijzing aanvraag tot vaststelling bestemmingsplan voor een grondgebonden agrarisch bedrijf aan de burgemeester ten Holteweg te dalen. Als vierde een voorstel en als laatste dus ook een voorstel in zaken de benoeming van een aantal leden van de Welstand en Monumentencommissie. Het voorstel om de voorgedragen commissieleden te benoemen. Deze stukken zijn allemaal in de voorgaande commissievergadering ter bespreking geweest en hebben tot de conclusie geleid dat het hier een hamerstuk kan zijn. Dan is bij deze conform het voorstel over die vier voorstellen besloten. Er zijn geen punten aangemeld voor waarvoor een korte stemverklaring zou moeten worden afgegeven. En dat betekent dat we dan bij het eerste bespreekpunt zijn, agendapunt 8. Daar is voorbereid door consultatie van alle fracties een voorstel tot de benoeming in diverse organen van de gemeenteraad. Een hele lijst met functies en personen daarbij behorend. Het lijkt mij zorgvuldig als ik eerst even de gelegenheid bied om over het totale stuk desgewenst nog het een en ander te zeggen. En vervolgens even kijken naar de besluitvorming aan u de vraag voor te leggen of u hier met algemene stemmen over kunt besluiten. Of dan wel dat u een specifieke stemming wenst, want dan hebben we daar wat anders voor te regelen, dat weet u. Maar zo lijkt het me recht te doen aan het feit dat er een heel stuk ligt met diverse functies en diverse rollen. Ik kijk even rond. Wenst iemand van u daarover een bespreking? Dat is niet het geval. Wenst iemand anders dan een behandeling met algemene instemming? Dat is ook niet het geval. Dan is het mooi om te constateren dat u
met algemene stemmen kunt instemmen met de diverse benoemingen in dit voorstel. En ik feliciteer graag de leden van de raad met de diverse benoemingen die dat tot gevolg dan ook heeft. En de rollen die dat van hen vraagt, daar wens ik ze ook veel succes en sterkte bij. Goed, dames en heren, daarmee zijn wij, zelden is het zo rap gegaan. Het is goed dat we nog een motie hebben, vreemd aan de orde van de dag. Dank, heren Hoedemaker en de mede-indieners. Anders waren we zelfs na 10 minuten alweer klaar. Motie ligt hier ter tafel, voldoende ondertekend. Kan dus inderdaad onderwerp van de beraadslaging zijn. Ik verzoek de heer Hoedemaker maar het spits af te bijten. Daar hij ook bij de vorige vergadering dit onderwerp al aankondigde. Ga ervan. Dank u wel, voorzitter. We hebben hier in onze eerste vergadering in de nieuwe samenstelling al geconstateerd dat de gemeenteraadsverkiezingen netjes zijn verlopen. Maar netjes gaat helaas niet op voor de verkiezingsborden. Die zagen er praktisch zonder uitzondering erg rommelig uit. We zagen halve verscheurde affiches, verdwenen affiches. Het was eerder regel dan uitzondering. De borden hebben een democratisch doel. De zichtbaarheid van alle partijen die meedoen aan de verkiezingen duidelijk maken. En daar ontbrak het dus aan. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen, maar liefst 3. Voor Provinciale Staten, voor de waterschappen en voor Europa. Verkiezingen waar ook partijen aan meedoen die niet in deze raad vertegenwoordigd zijn. En de aanhangers van die partijen zijn dan dus niet in de mogelijkheid, in de gelegenheid om op gezette tijden een rondje koevorden te doen om keer op keer de verdwenen posters over te plakken. Ik hoop daarom dat we tegen die tijd een minder milieubelastende, weer- en vandaalbestendige oplossing hebben. Daarom, voorzitter, deze motie. En volgens de regels van dit huis beperk ik me met het voorlezen van het dictum van de motie. De Raad verzoekt de gemeente de verschillende mogelijkheden tot modernisering van de verkiezingsborden en de daarbij behorende financiële consequenties in beeld te brengen en de Raad hierover te informeren. Was getekend D66, CDA en PAK. Dank u wel, meneer Hoedemaker. Dan kijk ik inderdaad even naar de reeds genoemde leden van de Raad die tot de mede-ondertekenaars behoren. Heeft mevrouw Driehuis behoefte om daar iets op aan te vullen? Nou, op zich niet. Ook ons is het al een behoorlijke tijd een doorn in het oog. En dat is mede de reden waarom wij de motie ondertekenen. Dank u wel. Meneer Zuur, behoefte? Ah, de heer Gitsma. Gaat ervan. Voorzitter, dank u wel. We zouden er ook nog anders naar kunnen kijken. Waar een gat is, is niets en er is ook geen probleem. In die trend zou je ook kunnen zeggen van, een van de overwegingen zou kunnen zijn om te besluiten, we stoppen ermee. Dus we gaan andere methoden vinden. Dus dat zouden we ook nog mee kunnen nemen in de overwegingen. Dus wij steunen de motie wel omdat we het probleem als zodanig wel zien. Maar bij ons liggen alle opties open. Ik dank u wel. U bereidt de definitie van het dictum een beetje op. Want de verschillende mogelijkheden tot modernisering van de verkiezingsborden, dat is wel een hele radicale modernisering. Die u nu als suggestie meegeeft. Maar ja, het is het nul alternatief, zou je kunnen zeggen. Daar heeft u ergens ook wel weer gelijk aan. Goed, ik geef graag de gelegenheid aan de andere vertegenwoordigers hier in de Raad. Hier, ja, de heer Bouwers, gaat uw gang. Van het spreekgestoelte graag. Ja, voorzitter. Ik had ook graag deze motie getekend, maar ik had helemaal wat anders. Maar in ieder geval, het is een moderne tijd. En ik denk dat daar ook wat de verkiezingsborden, daar is goed naar gekeken kan worden. En helemaal niets, dan laat je ook niets van je zien, heer Gitsma. En ik denk ook niet dat het is. Maar in ieder geval, de elektronische tijd is er. Laten we daar gebruik van maken. En dan zijn we voor, nou ja, de eerste 10 jaar er dan weer af. En dan heb ik er geen last meer van. Ja, continuïteit van bestuur heeft ook zijn grenzen kennelijk. Ja. Dank u, meneer Bouwers. Andere, ja, de heer Slob, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, beste mede-raadsleden, ik heb er al eens wat over gezegd, geloof ik. Toen ik de motie binnenkreeg, toen moest ik denken aan die conferentie van Theo Maassen, die gaat over moeite doen.
En als je wil dat dingen werken, moet je soms een beetje moeite doen. Wat ons betreft hoort posterontwerp, het plakken, de emmerlijm in de auto, het elke zaterdag rondrijden. Ja, dat hoort tot de folklore en charme van in ieder geval van gemeenteraadsverkiezingen en van verkiezingen in het algemeen. De afgelopen campagne hebben wij ervoor gekozen om ons wat te proberen te onderscheiden met ook diverse posters te plakken. Nou, de mogelijkheden die ik, als je spandoeken gaat maken of voorbedrukte posters, dan wordt het allemaal alweer moeilijker. Dus ja, van ons hoeft het niet zo. Ik zou zeggen, een beetje moeite doen. Dank u wel voor deze nuance, mevrouw Vissering, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat ons betreft doen we een heleboel moeite in de verkiezingen. Ik denk dat we dat allemaal ook wel gedaan hebben. En ik denk dat het onderdeel posters plakken wat dat betreft er wel af mag. Want de afgelopen periode werden er ontzettend veel posters geplakt. Misschien deze keer wel vreselijk verkeerde lijm. Maar er zijn heel veel rondjes door de gemeente Coevorden gereden. Dus wat ons betreft dat prima dat er meer structuur komt. Het scheelt enorm veel plakwerk. Ik denk dat de partijen ook veel zichtbaarder zijn en voor de inwoners is dat zeer zeker belangrijk om goed te kunnen zien welke partijen daar vertegenwoordigd zijn op dat doek. Dus wat ons betreft prima dat er nu op dit moment gekozen wordt naar de kosten die dit met zich mee gaat brengen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan, ja, de heer Boy, BBC. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook ik ben slachtoffer geweest met de MLM rondrijden. En bovendien nog een bakje met punaises, want toen ze vroeg kon je niet plakken. Dus moest je al die punaises en kreeg het niet in. Dus leek mijn schoen maar even uit en even erin hameren. Dat is allemaal gebeurd hoor. Maar goed, ze bleven wel op de meeste plekken. Gedurende die periode zaten ze er wel op, laat ik het zo zeggen. Voorzitter, in principe staan ik er wel positief tegenover, maar ik heb geen gelegenheid gehad om met mijn fractie te overleggen. Dus ik wil wel enkele minuten een schorsing aanvragen om even overleg te plegen met mijn fractie. Dank u wel. Nou, die gelegenheid zou zomaar wel kunnen worden gecreëerd. Het lijkt me dat we wel een minuutje kunnen sparen. Dat is misschien wel goed nu we de totale overzicht hebben gemaakt in eerste termijn. Geef ik u misschien nog wel even het college advies mee, of het college standpunt. Formeel zou ik nu al moeten kijken naar de heer Zuur als eerste plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Maar dat advies is zo kort dat voordat hij twee stappen heeft gezet, ik u al kan hebben gemeld dat het college op zichzelf graag zou medewerken aan het bieden van inzicht in de raad wat de alternatieven zouden kunnen zijn voor de bekende en op zichzelf ook gewaardeerde methode van plakken en hameren. Dus dat geef ik u graag nog even mee. Dan kan de korte schorsing ook nog zijn extra effect hebben wellicht. Goed, ik stel voor dat we 5 minuten schorsen. Of heeft u langer nodig, meneer Boy? Ja. Geen koffie. Vergadering is geschorst. Goed, dames en heren, we kunnen de schorsing beëindigen. Heeft de heer Boy mij gemeld en aangezien hij de schorsing aanvroeg, was hij ook de aangever om te bepalen wanneer. Nee, we zijn nu aan het tweede rondje van de kant van de raad. Denk ik toe, voor zover daar behoefte aan bestaat. Dus ik inventariseer gewoon eventjes in dezelfde volgorde als zojuist. Of er behoefte bestaat in tweede termijn nog iets toe te voegen. Hoedemaker, niet. Wat doe je juist niet? De heer Geertsma, niet. Ik geef het gewoon verder rond. Mevrouw Vissering ook niet. De heer Slomp, ja. Ja, dank u wel. Volgens mij is het zo dat in de gemeente Emmen, bijvoorbeeld de EMCO, de verkiezingsborden plaatst. Dat is ook weer een mooi stukje werkgelegenheid. Dat is misschien ook nog een overweging. Dank u wel. Die u kennelijk zou kunnen overhalen om. Ja. Anderen in tweede termijn? Ja, de heer Boy. Ja, voorzitter, er is even kort overleg geweest binnen de fractie en er is geen bezwaar om deze motie te aanvaarden. Mooi zo, dank u wel. Nou, dan is er ook geen behoefte aan een tweede termijn van de kant van het college. Meneer Zuur, jammer dat u niet vandaag al op deze stoel kunt plaatsnemen, maar er komen nog genoeg kansen, dat kunt u wel verzekerd zijn.
Nou, daarmee kunnen we denk ik de beraadslagingen dan wel afronden. Ik heb in ieder geval geïnventariseerd dat de drie ondertekende partijen, de heer Bouwers namens de PPC, heeft ook aangegeven dat hij de motie zou willen ondersteunen. BBC zojuist. Volgens mij heb ik mevrouw Vissering eigenlijk ook wel horen suggereren van nou, wij kunnen daar wel mee uit de voeten. En heeft de heer Slom zojuist aangegeven dat er wat hem betreft ook nog een verrassende invulling uit zou kunnen komen. Ik beschouw die ook als een oproep om dit soort varianten ook vooral niet buiten beschouwing te laten. Goed, dan stel ik vast dat met algemene stemmen deze motie is overgenomen door de Raad. En dan weet het college wat ze kan doen. En de tijdstermijn is net ook al aan de orde geweest. Het zou natuurlijk heel plezierig zijn als we dan ook gesteld staan voor de eerstvolgende verkiezingen. Dat zal dan ook maatgevend zijn. Meneer Slom. Niet met algemene stemmen, wij zijn tegen. Oh, u bent wel tegen. Ik had gehoopt, ik had gedacht dat u hier een argument zou hebben om... U bent tegen deze motie. Goed, dan is met de stemmen van de Partij van de Arbeid tegen en de overige 21 stemmen voor deze motie aanvaard. Dank voor deze kanttekening, dan hebben we het helemaal correct weergegeven ook. Voor de notulen. Daarmee, dames en heren, zijn we gekomen aan het einde van deze raadsvergadering. Ga ik over tot sluiting, maar niet dan nadat ik u nog even heb herinnerd aan het feit dat er de griffie heeft gegeven de behoefte gepeild onder de raad om nog even te kunnen stilstaan bij inderdaad de manier van vergaderen, ook in commissieverband. De ervaren commissievoorzitters zijn onder ons. En we weten inmiddels hoe de nieuwe bemensing van de verschillende rol eruit ziet. Er is straks hier direct na de sluiting gelegenheid om het kopje koffie mee te nemen in de Picardzaal. Om al daar nog even stil te staan bij wat van die procedureachtige dingen en technische aspecten. Dus ik nodig u daar graag voor uit. Wat mij betreft is de vergadering gesloten voor degenen die al naar huis willen en kunnen. Wel thuis. Tot de volgende keer.